Het is 1850. Kijk hoe mooi dat deze stad eruit ziet. Yo guys, Gletsch hier met vandaag een nieuwe video. En vandaag spelen we Train Fever. Oké, ik ben echt veel te hyped om dit spel te gaan spelen. En wat is de bedoeling van dit spel? Ik ga het gewoon even heel kort uitleggen. De bedoeling is dat je een zo groot mogelijk transportbedrijf maakt aan de hand van passagierenvracht en cargovracht. Alleen is het niet altijd even makkelijk, want ik heb een heuvelachtig gebied gekozen, omdat dat ja, altijd wel leuker is, vind ik. En dan kun je cooler dingen maken. En dan krijg je bijvoorbeeld soms mooie stadjes zoals deze. En dat is fucking cool. Dus dit is de map. En ik was van plan om in vaker te gaan beginnen. Maar Toré vind ik wel een hele mooie map. En ik heb echt al veel plannen voor Toré. Wat ik ook even wil zeggen, ik weet dat er weer een nieuwe let's play is. Maar ja, ik wou het zo graag doen. De andere let's plays gaan blijven, no worries. Maar ze gaan gewoon wat minder online komen. En dit zal er wel wat meer komen. Deze let's play stopt als we in het jaar 2050 zijn. Dus dat is nog even, dat is nog 200 jaar. Dus wees gerust. Dus ja, ik wou hier beginnen. Alleen lijkt me dat niet zo makkelijk om hier een treinstation te bouwen. Omdat je ziet dat dit redelijk heuvelachtig dorpje is. Maar op Toré gaan we zeker nog terugkomen. Dus daarom beginnen we in Faker. Faker. Dus het zijn rare namen, maar dat heb ik bewust gedaan. Ik weet dat niet, omdat ik dat best wel grappig vond. Haha, super grappig. Dus wat we gaan doen, we gaan beginnen met hier een station en die heuvel staat echt in de weg. Deze heuvel kan even gaan optieven. Kost het zoveel? Het heeft amper geholpen. Och, wauw. Dat is dus 100.000 weggegooid. Ik zie niet zo'n mooie plek om mijn... Ja, hier is het niet zo makkelijk om een groot treinstation te bouwen. Dus ik ga even een ander plekje zoeken. Dit ziet er mij iets uit. Ja, hier, ja, oh, ja, ja, deze wordt het. Dus we gaan hier een mooie straatje bouwen. Er zitten wel redelijk wat bugs in de game. En dat is kut. Maar het is wel nog speelbaar. En op de meeste PC's werkt de game niet goed. Maar ik heb zo'n retard PC dat de game echt bijna perfect werkt op mijn PC. Dus dat is very nice. Dus hier zijn bedrijven. Dat is mijn zus. Dat doet me denken aan mijn video's van vroeger. Want in mijn video's van vroeger kon je mijn zus ook altijd horen zingen. En dat is best wel grappig. Oké, dit is echt een heel groot en duur station. Maar het is fucking episch. Zal ik 5 sporen pakken of niet? Show. Wacht, is 5 sporen nu goedkoper als 4 sporen? Ah, nee. Oké. Ik pak wel 4 sporen. Want ik vind persoonlijk dat 5 sporen er niet zo mooi uitziet. Dus zoals je ziet, dit is echt wel een big-ass station. En wat we er dan voor gaan plaatsen is een big-ass bus depot. Of tram depot. Maakt mij niet zoveel uit. En dat ziet er lelijk uit. Ja, deal with it. Kijk hoe ik dit kan fixen. Ja. Ik kan het niet fixen. Anyway, we zullen ermee moeten dealen. Het ziet er nog sava uit, vind ik. Misschien als ik het zo doe. Wacht, nee. Ik heb een boom nodig. Waarom pak ik een steen als ik weet dat ik een boom nodig heb? Oké. Zo. Oké, dat ziet er al een stukje beter uit. Niet veel, maar een klein stukje. Misschien is het wel leuk als er een steentje... Dat is te klein. Conflict, ja. Oké. Dat is echt wel een heel klein steentje. Oké. Nog een klein steentje. De game vindt kleine steentjes precies leuk. En als er een FPS erop is, dan is het automatisch opslaan. Dat zei ik ook eventjes. Ik vind dat het er echt nog sava uitziet. Oké. Dat ziet er echt nog nice uit. Oké, mooi.
heb je hier ons eerste stadje te krijgen. En dan gaan we wat straten ertussen gooien. Niet genoeg ruimte, maar er kwam nog niet eens iets op beeld. Zo. Oké. En dan bouwen we hier dat straatje zo verder. Oké. Oh. En hier. Oké. Dus daar hebben we een paar straatjes. Ik ga dit ook zo doen. En dan is er een grotere kans dat ze zo... Jongen, zich... voorbouwen. Oké, mooi. Dus we hebben windchecker of zoiets redelijk goed uitgebreid met een paar straatjes. Wat er eigenlijk helemaal niet uitziet. Ik moet ermee stoppen. Dit dorpje zit er redelijk dichtbij. En hoe noemt het? Langitan. Welkom in Langitan. What the fuck. Dus hier ga ik de road een beetje upgraden. Zo. Ja, ik weet dat ik geld aan het wegsmijten ben. Het grappige aan deze spel, dat je 100k kunt lenen. Maar ik moet het nooit terugbetalen, denk ik. Ah, oké. Je moet het dus wel... je moet het wel terugbetalen. Oeps. Oké. Dus dan gaan we dat hopelijk zo snel mogelijk terugbetalen. Maar ja, nu gaat dat nog eventjes niet. Dus hetzelfde systeempje als daarnet. Het is wel een heuvelachtig gebiedje. Dat maakt niet uit. Misschien komt er nog iets cool van. Dat zullen we eens zien. Zo. Zo. Ik ga straks ook een beetje de game... Oh! Wat is dat? Wat is dat? What the fuck is dat? Jesus Christ. Kan ik dat fixen? Sorry, maar dat is niet acceptabel. Oh. Zo. Wat was dat, joh? Hopelijk ziet het er nu wat beter uit. Wacht. Ja, het spel ging met noise flikken, hoor. Zo, wacht, een beetje terraforming, zoals ik dat heet. Zoals ik dat noem. Zo. En... Oké. Ja, dat vind ik dan minder erg, zoiets. Dat vind ik nog mooi zelfs. Oh. Wat was dat? Ziet het er een beetje oké uit? Dat ziet er oké uit. Dat ziet er helemaal perfect uit. Ja. Dus hier gaan we dan net hetzelfde plaatsen. Zoiets. Nee! Wacht, misschien kunnen we hetzelfde doen als daar, you know? Als je begrijpt wat ik bedoel. Dus we gaan een paar boom... Zoiets had ik, ja. Zo. Het is niet random. Random. Een beetje maar. Maar dat maakt niet uit. Zo. Ik word echt helemaal relaxed als ik deze game speel. Dat is echt niet normaal. Buiten als het niet wilt werken. Oké. Nog zo'n grote steen. Oh. Dat vind ik dan weer allemaal van die grote stenen, yo. Oké, nu moet ik wel graag er een groot steentje hebben, want anders klopt het niet meer. Rood steentje. Nee. Ja. Dankjewel.
Oké, hier vind ik het wel iets minder goed gelukt. Maar het maakt niet zoveel uit. Dus ik plaats wel een extra boompje. Zo. Het ziet er nog sava uit. Goed genoeg, goed genoeg. Oké. Dus hier gaan we weer al zo'n big ass station zetten. Oh shit. Damn. Ik moet wel zien. Dat gaat wel kostelijk worden. Dat kan ik je wel zeggen. Wat ik ga doen. Oh. Ik wil een stenen brug. Oké. Ziet er hier niet zo mooi uit, maar dan gaan we nog fixen, hopelijk. Zo. Kijk. Kijk eens aan, kijk eens aan. Oh. Oké. Automatisch opslaan komt weer even tussen. Ik ben heel onnodig mijn geld aan het verspillen, I know. Voilà. Oké. Nu moet ik deze nog zien te goed te doen. Zo. Wacht. Ah, oei. Ik heb geen geld meer. Nee. Dus ik heb wat geld bijgeleend. Misschien iets te veel, maar dat maakt niet zoveel uit. Niet genoeg ruimte, dat is echt al bullshit, maat. Oké. Ik was even wel heel triggerd. Er is heel veel treinspoortjes daar. Deze man heeft wel een probleem, maar dat is eigenlijk wel ook ons probleem, dus oeps. Omdat ik zeg maar nog niet. Gaat dat? Is dat mooi? Good enough. Good fucking enough. Oh, het is niet zo makkelijk om mooie dingetjes te maken altijd. Oké, kijk naar ik dit kan fixen. Eigenlijk zou ik daar totaal niet aan moeten denken nu, maar het boeit niet. Zal ik dat even zeggen, hè? Dat het helemaal niet boeit. Waarom? Oeps, daar ging dat veld. Allee, man. Ja, oké, dan blijft de lelijk uitzien. Niet mijn fucking probleem. Dan is de bedoeling dat we dit zo oplossen. Welke was dat? Oké, de buitenste. Dus die moet je met. Heb ik. Ah. Oh. Leen. Voilà. Oké. Dat is hopelijk de laatste lening die we moeten aangaan. Om hier ons laatste spoor aan te maken. Oh, check dat, ja. Dat is machtig. Oh, ook de FPS drops, though. Oeh. Ah, oh, fucker. Wacht. Nee.
Het automatisch opslaan komt ook al tot de foute deel, zei ik nu al. Oké. Ons geld is trouwens weer al bijna op. Ik had toch nog een beetje moeten bijlenen. Maar we hebben nu twee steden verbonden. En dat is de bedoeling dat we later Vendel gaan verbinden. Dus. Dat betekent dat ik extra sporen moet maken. Zo. En voor wat dat extra spoor? Voor dit. We moeten ook nog treintjes hebben natuurlijk. Dus ik vind het altijd wel mooi om dat zo te doen. Recht achter het station. Want hoe meer treinsplitsingen dat er zijn, hoe mooier dat het is, geloof me. En dan kunnen we onze eerste trein laten rijden. Dus het Vinkanga-trein de pot. Oké. Ik moet ook iets te vaak lachen om mijn eigen. Dat zei ik ook al. Ik vind het er wel pretty sick uitzien, though. Stel je voor dat er allemaal zo treinen komen rijden. Wow. Maar wat wij gaan doen... Wij gaan een treintje laten rijden. We hebben nog maar één locomotief. Dus we hebben niet veel keus. Trein 1. Ja, oké. En we hebben wel redelijk wel wagons. Maar dat is allemaal voor iets anders. Dus 6 passagiers. Pakt dat er 40 mee kunnen. Oké. Route toewijzen. Een nieuwe route. Ik had wel allemaal heel geordend houden. Dus trein, route 1. En ik had de kleurtjes heel de tijd zo af. Ja, trein, route 1. En trein, route 1. Dat gaat zijn van een beetje aanpassen. Zo. Oh, de autosave. En dan moeten we een station. Amai. Dat was veel moeite. Wacht. Die gaat er niet geraken als ik dat doe. Ah, die gaat dan gebukt geraken. Gebukt, ja. Oké. En ga maar op treinroute 1. En onze trein is vertrokken. Onze eerste trein. Ziet dat, man. Oké, en ze zijn ook allemaal aan het bijbouwen. Ze hebben zelfs al de straten verbonden. Dat heb ik niet moeten doen. Oké, dat is lief. Dat is heel lief. Dat is wel handig. Alleen als het leuker geweest zijn als je de juiste straat had gedaan. Maar dat maakt niet uit. Ik ben wel een paar dingen vergeten nu ik er eraan denk. Dus... Oké. Oké, zo. Denk ik. Geen idee. Zo. En zo. Oké. Zo. Zo moeten wel overal lampjes gaan. Ah, lampjes. Je snapt wat ik bedoel. Hoezo? Ah. Ik dacht dat mijn geld weer al op was. Het had wel gekund. Het had gekund. Dat geef ik toe. En dan moeten we... Wacht even. Mag ik hier niks? Mag ik... Ah, oké. Het staat niet perfect parallel, maar het boeit me even niet meer zoveel. Oh. Zo. Wacht. Ah, oké. Nu doet hij het wel. En... Oh, wacht. Ik ben altijd een... hier een rood licht vergeten. Want... Voilà. En... Er is nog altijd niemand die de treindinges gebruikt.
Maar normaal gezien moeten ze wel beginnen afkomen. Ja, wat gaat deze morgen doen? Ja, ja! Er gaat iemand naar de trein, Maar als iemand de trein gaat pakken, dat is wel voor de volgende keer. Het grap is dat de trein ook helemaal niet sneller gaat als deze. Ah ja, wel. Hij gaat 40 kilometer, denk ik. Ja, 40. Want ja, oké. Dus dan ga ik deze video afsluiten. Je kunt ook zien dat ze helemaal naar hier aan het bouwen zijn. Dat is wel nice. Dus ja, ik ga deze video afsluiten. Oké, de volgende video ga ik zo eerder wat de basics uitleggen. Eigenlijk zou ik dat deze video moeten doen. Maar dat maakt niet uit, zo om te kijken dat het een beetje leuk is. Dus vond je ze leuk, was het een blauw duimpje omhoog. Abonneer de volgende keer. En volgende keer meer Train Fever. En ik zeg, ciao.